Bingo Town. Hey ho, hey ho, je krijgt een Mikado. Hilarische grappen, kom ik hier zijn. Oftewel, yo what up gasten, welkom bij deze chille zaterdag. Vandaag doen wij Mikado Extreme. Dat houdt in, we hebben hier een toren staan. Er zitten allemaal stokjes in, op die stokjes liggen knikkers. Elke knikker is 1 punt. De gele knikker is 5 punten. Ja. Degene met de meeste knikkers in zijn of haar vakje heeft verloren. De kutloser. Chille zaterdag. Ik ben blauw, jij bent groen, jij bent geel. Ja, weet je wat me opviel? Dat eigenlijk het enige wat hier Mikado aan is, als je even het spel Mikado neemt, zijn de stokjes. Zijn de stokjes. Maar die corresponderen niet met punten, dus eigenlijk ook dat element. Nee, in Mikado zijn dat de stokjes punten. Ja. Hier niet. Oké. Okay. Steen, pie, schaaf, wie als eerste moet. De winnaar bepaalt wie er als eerste gaat. Papier, schaar. Ja, overnieuw. Steen, papier, schaar. Oh, jullie? Steen, papier, schaar. Ja, ja. Rikker. Gaan we nog een keer. Go. Ik nomineer mezelfie. Oh, jij gaat zelf. Ja, ja, ik ben. Weet je, uiteindelijk, op het einde gaan al die knikkers vallen. Je wil er nu gewoon snel bij zijn. Misschien. Weet ik niet. Oh! Knak! Oké, laat maar mijn leven uit. Dat zijn de eerste twee. Leg ze in je bakje. Ik leg ze in mijn bakje. Ik ben dan ook nummer 1. Ja, dat doen we voor de duidelijkheid. Zo, nummer 1, dat ben ik. Oh, jullie hebben geen knikkers. Oh. Oh, ja, ja. We spelen tactisch. Kan ook zo, joh. Chill. Ik had het ook slim proberen te spelen. Ah, oh, nee. Het gaat echt helemaal mis nu al. Moet ik het ding er anders even afhalen voor je? Ja, dat is veel makkelijker. Waarom, ja, waarom zit het dekseltje erop? Op? Dat is echt niet slim. Waarom doe je het nou? Misschien één knikkertje dan, maar dat kan ik al niet zijn. Dat is, Komt ze allemaal Ik hecht me niet zo erg snel aan een knikker, dus... Oké, okay, weet je wat? Mijn leven. Nu heb je wel twee knikkers waar je jij bent. Ja, gewoon is die gele 5 punten waard. Dus als ik die gewoon niet krijg... Ben ik? Je zit nu al op 4 punten, hè? Ik, nou, precies. Precies, mijn leven. Was dat een hint, Bardo? Zo van... Ja, niet. Helemaal. Niet. Gewoon tegen me samengespannen hier. Nee, ja. Hoe willen we... Oké, ik ben er echt klaar mee. Dat is echt niet leuk meer, gewoon. Dat is de Ricky weer. Ja, maar straks gaat alles vallen, hè? Nee, deze groene zit er wel redelijk. Je zit ineens knikkers op, als er nu in één keer alles valt. Oeh! Er gaat degene! Dat is degene! Letterlijk geen enkele knikker op deze hele steen. De enige die... Gewoon door de trilling viel die gele. En nu ligt er wel knikker op. Nou, weet ik niet meer. In plaats van ze onderuit te trekken, ga ik hem boven eruit duwen. Zie je die knikker ronddraaien? Dat verandert. Echt een slecht idee, dit verandert alles. Ja, dit... Dus ik denk, ik ga het sowieso wel. Ik ga hem daarheen duwen. Kijk! What? Skills. Mag dit? Weet nee, niet. Die jongen is een cheater voor het leven. Oké, okay, ondertussen heb ik alle punten van de game. Je moet zoveel mogelijk knikkers hebben, toch? Ja, even voor duidelijkheid. Oh, Rick, jij bent, hè? Rick heeft 10 punten, Thomas 0 en ik 0. En ik Thomas sta, is aan de beurt. Ik sta binnen. Nee. Hoe? Ook weer 0? Nee, dat kan... Nee, hè? Fantastisch. Oh! Hij raakte niet eens aan en dan ging het. Ging ja. Oh, 4 knikkers, je gaat eraan, Bardo. Oké, okay, 10-4-0. Oh. Hier, er is ook weer geen enkele andere knikker op en toch gaat het verkeerd. Ja hoor. Het spel is echt gerikt. Door Nazi Duitsland. Gerikt. Nazi Duitsland heeft deze game gemaakt. Kijk maar op de doos. Die net weggegooid. Oh, oké. Dan flik het hele punt af. Oh, sorry. Dat was ik uiteindelijk. Oké, okay. Tussenstandje. 10, 4, 5. Oké, okay, dus voor de duidelijkheid, Rick heeft 10 punten, Thomas 5, ik 4. Ja, dat is hem. Oh, wat slecht. Ja, ik zou deze wel... Zoveel knikkers zijn er niet eens meer, joh. Dat masseert ze allemaal. Ja, maar ze liggen ook allemaal op mijn dingen daar. Aha. Oké. Okay, okay. Zie je ze allemaal in het hoekje van mij? Want ik heb drank. En drugs. Oké, okay, even moeilijk. Cammy. Ik heb er maar 3 keuzes en alle 3 zijn dat zo. Je weet misschien een beetje. Dan knikkers vallen, maar niet al. Oh! Oh, wow, wat puur balans. Twee knikkers die zijn tegen elkaar aanduwen en daardoor niet. Alleen vallen. Als je straks die groene pakt, dan ben je ze ja, allemaal. Ja, die groene pakt, dan ben ik ze allemaal kwijt. Er liggen 4 dingen vast daarachter. Ik ben lang blij dat ik als laatste ben. Ja, dat is de minste schade. Dat is een knikker dan. Dat is de minste schade. Deze ook. Tjo! Wat is het toch leuk om te leven? Nou, ja, succes, Rickert. Dan gaan ze allemaal. Oh, leg ze allemaal weer in de bakkie van Rick, hoor. Oh, er valt er geen bij nog! Nee, nee, nee. Oh, allemaal. Ja, die is toch al boos smijten. Het is allemaal voorbij. Je kunt gewoon op geen enkele mogelijke manier nog verliezen. Oh, hey, hey, hey. Oh, die Rickert! Hey, 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 hey. Die was niet mee, hoor.
Oké, ja. En of niet mee. Hey, ja, dag. Ja, en... Oké, jij bent Bardo. Hij is gevallen, no excuses. No excuses. Oké, nou komt mijn momentje. Kan Rick dit verpesten? Ja hoor, moet je zien. Wow. Je hebt gewoon die Gerrit eruit gebeurd. Je probeert het wel echt. Oh, ik dacht... Ja! Oh, die was... Verkeerde mijn bakje. Nou, de laatste pak ik eruit. Oké. Okay. Nou, even goed pakken, Bardo. Niet vast spelen. Oké, even tellen. Dit is echt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 normale. Maar zou ik zelfs zonder deze legendarische 5 punten ding ook verloren hebben. Je hebt 16 punten. Hoeveel heb jij, Thomas? 8. Hoeveel heb ik? 10. Oeh! Klik op een duimpje omhoog, dat kunnen we heel erg waarderen. En klik op abonneren, het is helemaal gratis. Wat nog meer? Geef een blauw duimpje hier beneden en deel deze video ook met al je vrienden, zodat iedereen kan genieten van een potje Mikado. Terwijl ik daar bijna dood ging. Geef hier. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, mensen. Later! Yo, yo!